De voetbalclub in Helvoort, gemeente Haren, doet het al een jaar of vier zonder chemische middelen. Soms betekent dat hard werken. Er zijn wel eens periodes bij dat het onkruidgroei wat heftiger is dan we eigenlijk willen. En dan doen we het met de hand verwijderen. Ook daar hebben wij zelfs mensen voor. We hebben niet alleen voetballers, maar ook tuiniers. En een deskundige die alles weet over het bodemleven. Ja, kunstmest is minder gunstig natuurlijk voor het bodemleven en bestrijdingsmiddelen al helemaal niet. Dus het werkt het beste als je die achterwege laat. En hier laten we dus zien dat het ook zonder kan. Een biologisch voetbalveld? Inderdaad, ja. Zo zou je het kunnen noemen. Ja. Het is nog niet zeker dat het verbod op bestrijdingsmiddelen er komt. En daarom is de Brabantse Milieufederatie een lobby begonnen. De andere partij, zeg maar de gifboeren, die hebben ook een flinke lobby in de Tweede Kamer. Om maar te zorgen dat ze hun klandizie niet kwijtraken. Dus daar hoort wat tegenover te staan. In Brabant gebruikt nog ongeveer de helft van alle gemeenten chemische middelen op trottoirs. Er zijn nog maar een paar gemeenten die spuiten in plantsoenen. Maar op sportvelden is het gebruik van chemische middelen nog steeds vrij normaal. En als het verbod erdoor komt, moet de gemeente nu al beginnen met het anders beheren van hun sportvelden. Kijk, er zit geen knopje onder het sportveld dat je even om kunt zetten en zeggen en nu doen we het gifvrij. Want er komt veel bij kijken, weten ze in Haren. Je hebt wormen nodig en wormenpoep. Als ik zo'n warm hoopje pak en ik ga die analyseren, dan zitten daar miljarden nuttige micro-organismen in. De voorzitter maakt zich niet zo druk om chemische middelen. Als ik heel eerlijk ben, dan maakt ons natuurlijk niet zoveel uit. Wij gaan voor de kwaliteit van het gras. En dat zit zo te zien wel goed. Helvoort is de laatste 4 jaar al 2 keer gepromoveerd. Misschien wel dankzij deze pieren.